Welkom bij Top Names, een aflevering waar... Hebben we een beller? Waarin we ver teruggaan in de tijd. Voor wie dit geluid nog kent. Ja, hier gaan we het over hebben. Hier gaan we het eigenlijk over hebben, ja. Nou, maak me even af. Je moet eerst een verbinding maken, vind ik. Dan mag ik pas stoppen. Okay. Verbinding is gelegd. Voor wie het niet weet, voor wie nooit zo'n dit modemgeluid heeft gehoord. Dit was ooit nodig om contact te maken met het internet. Om je mailtje te kunnen versturen. Om je browser te kunnen starten. Om contact met de rest van de wereld te krijgen. Erik, maar bij jouw begin met internet zit daar nog een stukje voor. Erik Huizer, werkzaam bij Surfnet. Laten we eerst eventjes beginnen bij Surfnet. Surfnet, voor wie niet weet wat Surfnet doet en is? Surfnet is heel eenvoudig gezegd de internetprovider, maar dan voor universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen in Nederland. En probeert tegelijkertijd een van de meest geavanceerde netwerken ter wereld te zijn, zodat onderzoekers over de mooiste spullen kunnen beschikken. Ja, deze week was een van de berichten van dat het deze week 25 jaar geleden was dat internet naar Europa kwam. Jij bent vanaf het begin af aan daarbij geweest, maar Surfnet eigenlijk ook, hè, want jij bent bij Surfnet begonnen. We willen eigenlijk met jou graag even heel erg terug in die tijd. Ik zelf ben pas 20 jaar geleden ermee begonnen, toen de digitale stad en Access for All en dat soort dingen. Die 25 jaar, is het nou volstrekt triviaal? Wat is dan het moment geweest? Nou, het moment... Dat jij zegt 20, ja. 20. Nou ja, 20 is voor het publieke internet. Ja. Dus daar heeft Erwin op zich wel gelijk in. Maar die 25 jaar is niet helemaal willekeurig. Die 25 jaar die komt voort uit het feit dat... internet is begonnen in Amerika op basis van twee netwerken. ARPANET, dat was het defensienetwerk. En NSF-net, het National Science Foundation Netwerk, zeg maar de NWO van Amerika, het wetenschappelijk netwerk. Die twee die gebruikten op een gegeven moment hetzelfde protocol, het internetprotocol. En die gingen aan elkaar haken, daar haakten universiteiten aan. En zo groeide dat netwerk. En aan ARPANET zat op dat moment nog maar één niet-Amerikaans universiteit gekoppeld. Dat was University College London. Aan NSF-net zat nog niemand. En daar waren we in Nederland de eerste. Dat is CWI, het Centrum Wiskunde Informatica. Ja. Was daar de eerste. Piet Beerta. Zit nu op Science Park. Zit op het, in de Watergraafsmeer. Ja. En Piet Beertema, die was daar netwerkbeheerder. En die heeft samen met zijn collega Daniel Karrenberg de contacten gelegd. En op 17 november om 14:28 kreeg hij een mailtje binnen met van you are now connected. 1982. 1988. 88, precies dus 25 jaar geleden. Ja, okay. Dus dat was echt 25 jaar geleden op 17 november. Dus het is een aanwijsbaar moment. Op dat moment was CWI aangesloten op National Science and Foundation Network. En vlak daarna volgde natuurlijk de rest van de universiteit in Nederland via Surfnet. Weet jij nog wanneer jij voor het eerst wanneer jij voor het eerst dacht dat internet dat is iets waar ik wat mee kan? Ja, dat weet ik nog. En als jij de uitzending had gekeken die we ongeveer anderhalf jaar geleden hebben gemaakt. Daar was ik bij. Dan weet je dat ook nog. Volgens mij had ik dat al verteld. Ik heb voor mijn promotie... Hij kent de media toch wel. Je moet zo'n zelfde vraag gewoon elke keer weer beantwoorden. Nou, dat gebeurt niet vaak dat iemand jouw kapittel dat je eigen huis... Dat heb ik niet gezien. Ik stel alleen maar vragen. Ik luister niet naar de antwoorden. Ik had, voordat ik bij Surfnet ging werken, heb ik promotieonderzoek gedaan. Van 83 tot 87 met twee pc's. Eén stond aan een opstelling gekoppeld en de andere... stond ergens verder om de verwerking te doen. Daar waren van die hondenhokken, van die IBM-pc's met van echt floppies, die nog floppy waren. Geen harddisk. Dus ik moest die data in real-time overzenden en er is een kabeltje tussen gelegd en dan moest ik daar een protocol overheen gaan programmeren. En toen ben ik ingedoken en toen werd net de eerste specs van het internetprotocol, of eigenlijk de voorloper, werden neerzetten. En dat heb ik toen geprogrammeerd. En dat ben ik ook blijven volgen. Hè. Dus daar werd ik wel door gegrepen van de mogelijkheden. En het idee dat je... kijk, het basisidee van toen de tijd was...
Tot die tijd waren alle verbindingen die er waren, dat waren altijd zeg maar punt naar punt verbindingen geweest. Dat heet circuit geschakeld. Oftewel, jij zegt ik wil een verbinding met die locatie hebben en in ergens in het netwerk gaat een PTT voor jou zorgen dat alle schakelaars goed staan. Ja. Net als een trein, alle wissels worden goed gezet en je kunt met die trein dan keurig daar komen. Er is geen ander verkeer op de weg enzovoort. Ja, en internet is de auto. Internet is packet switched. Oftewel, alle pakketjes worden gewoon het netwerk opgegooid en elk pakketje moet zelf zijn weg zien te vinden. Op elk knooppunt wordt er een beslissing genomen wat nu de beste weg is. Net als een auto ook doet, die hoort dat daar een file is, dus dan gaat hij linksaf en dan probeert hij eromheen te halen. En dat was wel het mooie van het protocol, dat het packet switched was. En daar zag je dus in dat je dus op een veel organische manier netwerken uit kan handelen. Dan hoef je niet alles van tevoren te plannen. Je kunt dan knopen en knopen en knopen en uiteindelijk vinden die pakketjes hun weg wel. En dat iemand dat concept bedacht had, was je daar onmiddellijk van onder indruk? Nou, niet onmiddellijk, want het is door Kleinrock bedacht in 74 of zo. En toen was ik daar nog niet aan toe, hoor. Maar dit was de eerste echte implementatie ervan die operationeel werd gebruikt. In mid-jaren 80. En dat heeft me wel gegrepen, want ik dacht van, nou, dat is geweldig. Dus ik wilde, toen ik klaar was met mijn promotie, wilde ik ook daar echt mee verder. Daar bewust op ingezet om daar mee aan de gang te gaan. Ja. Ik even daarom, want ik heb er net iets over gelezen. Peter Olsthoorn heeft een heel aantal mensen uit de periode geïnterviewd. En op de site netquesties.nl kun je al die interviews teruglezen. Dus ook met jou. Hoeveel zijn er? Een stuk of 20 of zo? Ja, dat is gelijk een discussie wie dan in dat lijstje horen. Hè? Want we Teus Hagen zit in het lijstje. Ted Lindgren. Jij dan. Kees Neggers. Daniel Karpenberg. Maar goed, gelijk alweer discussie van... Ja, waar leg je de grens? Waar leg je dan de grens? Zijn er mensen die er echt bij horen die ik nu niet genoemd heb? Ja, een beetje, maar ook dan ga ik weer een grens leggen. Die ben ik op te doen. Ik kijk wat meer in de surfnethoek en daar zitten een aantal mensen waarvan ik denk van die had je net zo goed in dat lijstje neer kunnen zetten. Erik Jan Bos was tegelijk met mij bij Surfnet begonnen. Die was ook, dat was echt een top netwerk engineer. Is hij trouwens nog steeds een top netwerk engineer die in die tijd ook heel veel eraan heeft gedaan. Maar ook bij het CWI waren er ook nog een heleboel mensen naast Daniel Karrenberg, Piet Peer. Maar, en NLNet, ook volkomen terecht dat die genoemd worden, Teus en Ted Lindgren, die keken eerst meer naar de zakelijke kant. Maar je moet ook de mensen straks van Access for All noemen, Felipe Rodriguez, Rob en zo, die Rob Kronkruip, die hun nek hebben uitgestoken en begonnen zijn met dat particulier internet. DDS, Marleen Stikker, die daar mee begonnen is en zo. Ieder was op zijn manier aan het uitproberen. Wat kan je met deze technologie en wat kan ik... Ik vind in die verhalen vind ik juist die kleine details zo mooi. Je noemde ook Ted Lindgren, NLNet. Dat een hele belangrijke schakel in de ontwikkeling van het Nederlandse internet was het glasvezelnetwerk van de spoorwegen. Ja. En dat hij eigenlijk hoogst persoonlijk... Heeft hij de NS overtuigd dat ze dat netwerk beschikbaar moesten stellen voor de backbone? Want dat, van het Nederlandse internet. Ik vind dat de fascinerende verhalen. Dat iemand dat bedenkt en dan gewoon dat gaat doen. Dat is ook heel erg mooi. Vind ik altijd heel erg veel leuke verhalen. En dat kan je ook lezen als je die verhalen van Peter Olsthoorn leest. Ja, ik vind dat het hier en daar leest als een jongensboek. Ja, maar wel, het is wel voor een jongensboek die ook de technische termen en de technische... Ja. Het is wel een vrij technisch jongensboek. Dat is zo. Ja. En dat is natuurlijk een heel verschil met nu, is dat die techniek vaak veel meer verborgen is. Is dat zo? Is techniek minder... prominent geworden? Ja, dat vind ik wel. Ja, vroeger moest je al die config, pp, weet ik veel. Je moest allemaal dingen doen waarvan je dacht, wat staat hier? Vroeger had je nog zo'n modem, dat was natuurlijk lullig, maar het dwong mensen wel om veel meer bewust te zijn van, je moet eerst een verbinding leggen, dan moet er internet overheen en daar draait dan e-mail of World Wide Web overheen. Nu zegt je dochter van, papa, mijn iPod doet het niet. En dan zeg je,
Ja, precies. En papa, repareer jij het maar. Want ja, de wifi, geen internet. Hoezo? Hoe kan dat dan? Ja. Nou, ik vond het jeugdjournaal afgelopen zondag heel mooi. Piet Beertema en ik waren zondagavond in het 8 uur journaal. Maar Piet was ook in het jeugdjournaal. En het jeugdjournaal zei niet 25 jaar internet, maar die zei 25 jaar World Wide Web. Nou, dat is onzin. World Wide Web is in 93 tot stand gekomen. Dus dat is helemaal geen 25 jaar. En maar dat onderscheid tussen World Wide Web en internet is er voor 90% van de mensen is dat er niet meer. Je zei het net van het verschil is nu. Of toen moest je een beetje verdiepen. Je moest eigenlijk wel snappen zeg maar, wat je aan het doen was. Dat het speelt nu geen rol meer. Je zegt ook een beetje alsof je het jammer vindt dat mensen niet meer de complexiteit of het knappen wat er aan de grondslag ligt, dat ze daar nauwelijks meer van bewust van zijn. Ja, daar heb ik twee redenen voor. De eerste is dat, ik vind niet dat iedereen dat hoeft te weten, maar het eerste is, je gaat op een gegeven moment kennis missen, gewoon in Nederland. Er wordt ook in opleidingen nog maar bijster weinig aandacht aan besteed. Dat baart mij op een gegeven moment zorgen, want je wordt dus steeds meer afhankelijk van spullen en services die dan uit het buitenland komen om die infrastructuur te leveren. En de vraag is of je dat moet willen. Dat heeft wel het voordeel dat de NRC gelijk goed erin zit en goed kan afluisteren natuurlijk, maar het heeft ook nadelen. Maar ik vind het ook een nadeel ervan is dat bewustzijn niet is. Bijvoorbeeld dat banken, kijk even naar banken. Banken investeren echt miljarden in hun ICT-infrastructuur om die helemaal veilig te maken. Dat gaat helemaal van al hun servers tot aan de voordeur. En dan investeren ze ook nog wat in het pakketje wat bij die consument komt te staan. Maar het stuk tussen die consument en hun voordeur, daar hebben ze geen flauw benul van hoe dat werkt. Dat is gewoon het internet. Dat tekenen ze als een wolkje op een PowerPoint. Ik ook altijd. En daar besteden ze geen aandacht aan. En dat wordt gerund, zoals ik altijd maar zeg, door vrijwilligers. Mensen die een deel van hun tijd geven door in zoiets als een AITF te gaan. Dat is een mooi shirt. Wat heb je meegebracht? Een mooi shirt uit die tijd. Ik weet niet of dat overkomt. Ik denk dat ik het even voor moet lezen. Ja, lees me even voor. Er staat reject kings, presidents and voting. We believe in rough consensus and running code. Nou, dat is het standaardisatieorgaan van het internet. Daar werken die vrijwilligers samen om die standaarden te maken en te verbeteren. Waarop alles draait wat wij doen op het internet. En die zeggen dus van wij geloven niet in koningen, presidenten en in stemmen. Wij geloven in ruwe consensus en vooral in draaiende code. Er moet gewoon software zijn die draait. Dit was Dave Clark, een citaat van Dave Clark, een Amerikaanse. Ik heb dat net opgezocht, dus laat ik niet net doen alsof... Daar is het internet voor. Dus een Amerikaanse computer scientist. Eigenlijk zeg je daarmee van die begintijd was toch ook wel een hele anarchistische... stroming, hè? Van we hebben niks met landen en presidenten en koningen. Wij geloven in techniek. Wij gaan de wereld aan elkaar knopen. Ja, was dat het gevoel? Dat gevoel, dat was er. Ik zou zeggen, dat is er nog steeds wel, hoor. Maar in die tijd was het er heel erg. Waar is dat dan nog? Want je zegt net zelf, de gemiddelde gebruiker van internet, die zet zijn iPhone aan en die heeft geen idee. Nee. Dat die 5 streepjes daarbovenin, dat... In die wereld van die vrijwilligers, er zijn diverse organen die cruciaal zijn voor het runnen van het internet. Hè? Kijk, laat ik even beginnen, nog een stapje terug. Het internet, zeg ik altijd, is puur gebaseerd op autonome netwerken die op basis van vrijwilligheid met elkaar koppelen. Maar daarbij blijven het autonome netwerken. Mm-hmm. En die koppeling is geheel op vrijwillige basis. En die houden zich allemaal aan die internetstandaard. Dat is ook heel vrijwillige basis. Er is geen politie die langskomt als Access for All morgen zou zeggen, wij doen geen internetprotocol meer, maar wij doen een heel ander protocol. Prima. Be my guest. Je bent gelijk al je klanten kwijt, maar er is verder niemand die ze dat verbiedt. En om die autonome netwerken te coördineren, om die standaarden te bouwen, heb je de AITF, de Internet Engineering Task Force, die bouwt die standaarden. Je hebt ICANN bijvoorbeeld, de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, die zorgt dat alle domeinnamen worden uitgedeeld en alle IP-adressen netjes worden uitgedeeld, dus de internetadressen worden uitgedeeld. En je hebt meer van dat soort organisaties. Je hebt op het gebied van beveiliging die coördinatie, op het gebied van operations. En die organisaties, die zijn cruciaal voor het runnen van het internet.
En die worden dus door die banken, waar ik net over had, totaal niet gezien. Die organisaties, die kampen ook, weet je, die houden redelijk moeizaam hun hoofd boven water. Ja. Want heel veel geld is er niet, want het is allemaal zeg maar vrijwilligerswerk. En dat verbaast me dan. Dan denk ik, als je nou miljarden in infrastructuur investeert om die veilig te houden als bank, waarom doe je daar niet 1% van ook richting dat soort organisaties, met de vraag erbij van, spendeer je nou eens wat extra aandacht om ook dat stuk tussen ons en die consument. Maar wat jij, een gedeelte van wat jij zegt is misschien wel de verklaring voor wat veel mensen zich helemaal niet meer realiseren. Waarom er ook zo heftig geageerd wordt als die vrijheid ingeperkt dreigt te worden af en toe, hè, op het internet. Of sites geblokt worden of noem maar op. En we werden net via Twitter ook gewezen op een stuk op de Correspondent met een hele relevante titel. Wie bezit of bezet nou eigenlijk het internet? Is dat Google of is het Occupy? Weet je, waar ligt de markt? Want jij komt uit de generatie dat je, ja, wat ik net al zei, een beetje anarchistisch met elkaar ging bedenken van wij zijn de tegenmacht. Wij gaan de landen en de mensen met elkaar verbinden. Ja, het idee bij de IETF was, en ICANN en ik volgens mij nog steeds wel, is van wij werken ongeacht grenzen. Dus wij laten ons niet door overheden beperken, want wij werken voor mensen, voor eindgebruikers. En wij geloven in een open, vrij en toegankelijk en betrouwbaar internet. En daar is Google voor de meeste mensen nu het symbool van. Ja, nou ja, dat Google doet ook een hoop goeds. Laten we dat voorop stellen. Maar. Ja, dat is duidelijk. Nee, maar dat is toch de spagaat. De meeste mensen denken, oh ja, dat open en vrij en internationale internet. Oh ja, dat is Google. Nee, dat is het dus niet. Hè? Want Google is natuurlijk niet vrij. Je weet, wie weet hoe Google zijn zoekalgoritme werkt en wat er bovenaan komt te staan en hoe gefilterd is dat, hoe biased is dat, wat voor vooroordelen zitten daarin. Maar je hebt wel de mogelijkheid om te kiezen voor een hele andere zoekmachine. Je hebt ook een aantal anonieme zoekmachines die garanderen dat ze je gegevens niet opslaan en geen profielen bouwen enzovoorts. Je hebt in ieder geval die keuze nog. En die organen waar ik het over had, zoals een IETF en een ICANN, die draaien ook volgens een model. Dat noemen ze het multi-stakeholder model. Dus daar zeg je van, er zijn veel belanghebbenden en daar geven we ruimte aan. Dus het is een soort Verenigde Naties-achtig model, opereren die qua structuur. Waarin geen overheden aan de bovenkant zitten, maar mensen die door die stakeholders, door die belanghebbenden gekozen worden en die daar dan proberen het beste ervan te maken. En daar zitten ook allemaal correctiemechanismen in beroep kun je gaan enzovoort. Dat is allemaal helemaal geregeld en compleet transparant ook, omdat men het geloof heeft van dat moet je ook volledig transparant, helemaal open moet je dat doen. Ja, wat zijn voor jou de zeg maar, succesfactoren daaraan? De transparant is er één dan, neem ik. Want als je het zo vertelt, is het natuurlijk super bijzonder dat zoiets belangrijks voor ons door vrijwilligers uit verschillende landen met verschillende belangen tot stand is gekomen en succesvol blijft. Dus wat zijn de succesfactoren? Succesfactoren zijn dat je inderdaad die transparantie, maar ook op een gegeven moment acceptatie natuurlijk door de commerciële sector. En dat is gebeurd, zowel bij ICANN als bij IETF. Dat alles open beschikbaar blijft en dat iedereen mee kan doen om daaraan ook procedures of processen te veranderen. Als je maar een e-mailadres hebt bij wijze van spreken, dan kan je meedoen. Dat is op zich wel, dat is goed eraan. Ondertussen zijn dat soort organen natuurlijk ook enorm gegroeid. ICANN is inmiddels rijk zat, die verdient geld, die heeft mensen in dienst heel veel. Want die hebben gewoon op een gegeven moment gezegd, voor elke domeinnaam in de wereld gaan wij een stuiver vangen. Ja, nou dan kom je er wel. Dus die hebben een budget van 100 miljoen per jaar of zo. Dus die kunnen langzamerhand ook op een hele professionele manier daarop gaan drijven. Maar zitten nog steeds wel met het multi-stakeholder model, met die transparantie enzovoort. Want ze weten dat als ze daar niet in aan voldoen, dan ga je. Ja, dan verlies je geloofwaardigheid. Ja. Heb jij nog bijdragen, vragen, opmerkingen? Ja, er wordt vooral een hoop geouwehoerd op Twitter. Wel meer naar aanleiding van de uitzending. Oké, okay, dat is ook gezellig. Nou, dat is er zijn klachten dat er wat weinig vrouwen aan tafel zitten.
Van Karin Raamaker, daar heeft ze een punt. En Roos van Vught gaat daarop door. En die voegt daar aan toe dat er toch wel veel mooie vrouwen zijn. Dus dat het, okay, nou, dat moeten we dan goed gaan, dat moeten we dan goed gaan maken. Maar daar is internet toch ook voor? Die kan Schietzo, je dan heel makkelijk vinden. Die, ja. Schietzo, die, Schietzo is geen kaas, ja. Noemt hij zichzelf. Weet wel één ding zeker, dat zonder Katja Schuurman had hij het internet zeker nooit gevonden. En Marianne Oud, die vindt de quote die jij achterop het shirt hebt staan, wat je hebt meegenomen, echt de quote van de dag. Dus dat is wel een hele leuke. En Martin Voorzanger, die is in 1992 niet aangenomen bij Surfnet. Fijn om te horen dat ik een jongensdroom gemist heb. Ja, maar heeft hij daar een punt? Als hij, was dat een jongensdroom, Surfnet, in die tijd? Ja, ik vind van wel. Ik bedoel, ik begon in een bedrijf wat net was opgericht. En wat voor universiteiten en hogescholen dus dat internet, of althans een netwerk moest gaan bouwen. We hebben toen pas later die keuze gemaakt. Ik ben daar in 88 gaan werken. En dus 25 jaar, iets meer dan 25 jaar geleden, dat is in het voorjaar. En dat bedrijf is helemaal nieuw. We hadden een hele duidelijke opdracht. Al die universiteiten hadden wel netwerkjes, maar die spraken niet met elkaar. Dus je hebt een heel duidelijk project van je gaat die universiteit aan elkaar koppelen. En die drive was er wel. Al die wetenschappers en onderwijzers die wilden graag met elkaar communiceren. Dus het is ook, ik zeg altijd, het is een van mijn succesvolste projecten ooit geweest. Want alle lichten stonden precies op groen, alle neuzen dezelfde kant uit. En die stap naar internet, die was eigenlijk vrij snel gemaakt. Officieel moesten we naar OSI toe. Dat was toen, dat was de Europese normen, de Open Standards Interconnect, OSI. Dat waren de standaarden, die waren op PTT-standaarden gebaseerd. Daar moesten we het mee doen. Maar wij zeiden altijd, ja, die zijn nog niet klaar. Dus Piet Beertema en ik hadden dan altijd wel een beetje de spiel van, nou, we gaan het eerst op de internetmanier doen. Dan kunnen we altijd nog naar die OSI-standaarden. Ja. En toen jullie begonnen, toen begon je dus met het idee, we gaan, dus dat was natuurlijk de opdracht van Surfnet, hè, we gaan die universiteit aan elkaar knopen. Want zo begon het natuurlijk heel erg, de wetenschappelijke wereld. Was dat wat jij ook voor, was zoals het toen naar gekeken werd, of zag je het ook voor je dat het zeg maar het communicatiemiddel van de wereld zou worden? Nou, dat zag ik pas later. In eerste instantie was ik echt heel erg gefocust op die universiteiten, want daar zag je echt het voordeel in. Ja, en jij droomde van netwerkprotocollen, niet van internet. Ik droomde van met elkaar pratende wetenschappers. En ik droomde ervan dat mensen in Nederland de collider in CERN konden aansturen zonder dat ze naar CERN hoefden te vliegen. Dat virtuele, dat was toen al iets wat je kon voorstellen? Ja, wat ik me kon voorstellen. Ja. Maar ik heb die stap naar dat particuliere domein, die kwam pas in, wat zal het zijn? 92 in die tijd, ja. Dat je echt, dat je dacht van, ja, nou, nu is het toch, nu is het toch wel zo simpel langzamerhand. Nu begint het ook zoveel meerwaarde, zoveel databases, bibliotheken online. Dat je dacht van, ja, dit moet veel verder dan de universiteit. Dit moet naar scholen, dit moet naar burgers toe. En dat is ook de tijd dat natuurlijk Access for All en DDS op zijn gekomen in Nederland. En gelukkig maar, want dat zijn natuurlijk fantastische initiatieven die het internet weer hebben verrijkt naar die kant. En toen kwam later de commercie er echt in. En toen kreeg je natuurlijk nog weer een heel andere invalshoek op het net. Ja. Zit er nog steeds, eerder liet je daar, zei er even iets over, maar dat er nog steeds elementen van dat oude karakter zeg maar wel in zitten. Je zei dat commercie, en dat is natuurlijk voor heel veel partijen, is daar internet voor belangrijk voor geworden. Het is natuurlijk prachtig ook dat je spullen kan verkopen en je klanten overal kan vinden, et cetera. Waar zie jij zeg maar nog dat, ja, of je het een anarchie noemt of democratisch noemt, of hoe je het ook wil noemen, zeg maar, dat originele geloof van in een andere wereld, een andere manier van communiceren, et cetera. Waar zie jij dat nu nog terug? Nou, je ziet het op heel veel plekken, vind ik, op het internet terug. Ik bedoel, elke community op internet, daar zit dat in. Dus zelfs binnen Facebook heb je heel veel communities die werken aan bepaalde dingen waar mensen in geloven en die maken daar gebruik van de tools van internet en Facebook. Op internet zelf heb je heel veel van die communities die, ik bedoel, elke community waar mensen elkaar kunnen vinden in een vorm die ze daarvoor niet konden vinden, dat is eigenlijk die spirit van het internet. Voor mij zit dat in soms in hele kleine dingen, maar ook in de
het Tor-netwerk bijvoorbeeld. Hè, dat is zo'n netwerk, wereldwijd netwerk, dat je anoniem kunt surfen. Dat doen die mensen niet om criminelen het makkelijk te maken. Dat is beslist niet, geloof ik. Ze weten dat dat een bijeffect is. Maar die mensen die doen dat omdat ze geloven dat in privacy en dat ze mensen het mogelijk willen maken om die privacy ook te hebben op het netwerk. Dat zijn weer mensen die van die kant erin de volgende geloven. Stap weer willen zetten. Ja. Brechtje de Leij, die vanaf het begin zit te kijken, die vraagt het volgende. Waar dachten jullie, ik stel hem voorlopig even aan jou, waar dacht je 25 jaar geleden dat het internet 25 jaar later zou staan? En had je gelijk of heb je de plank eigenlijk volledig misgeslagen? Nou, ik heb de plank gelukkig heel vaak misgeslagen. Mijn grootste blunder heb ik in jullie vorige uitzending verteld. Dus die ga ik hier niet nog een keer herhalen. Nee, duik in de archieven. Duik in de archieven zou ik zeggen. Dus, dus die ga ik niet nog een keer doen. Ik heb wel van begin, waar ik gelijk in heb gehad, laat ik dat namelijk ook maar eens naar voren, is van begin af aan dat ik heb gezegd van als je hier mensen op alle fronten toegang biedt, dan wordt het sommige mensen later genoemd hebben, de great equalizer. Dat biedt iedereen kansen, ongeacht of je nou uit een arme of een rijke achtergrond, als je toegang hebt tot het internet en je kunt schrijven en lezen, dan biedt dat internet je zowel kansen om kennis te absorberen, als ook om jouw ideeën in één klap wereldkundig te maken. Ja. En daarmee biedt het heel veel kansen. En dat vind ik een van de mooie dingen. En als ik daar een anekdotetje aan koppel. Ik was deze zomer bij ICANN in Durban in Zuid-Afrika. En wij waren daar op de verjaardag van Nelson Mandela. En dat wist ik niet, maar dan is het de gewoonte op die dag dat je 67 minuten aan community service besteedt. Dus aan iets voor het publiek doet. Want hij heeft 67 jaar besteed van zijn leven aan het wegkrijgen van die apartheid. Dus ik had mij opgegeven daar om mee te helpen om een school te verven in een township. En we kwamen in een township en ik ben al veel arme landen geweest, maar dit was echt wel, vond ik, rock bottom arm was het. Dat is echt verschrikkelijk. Maar er staat dan zo'n gebouwtje, een schooltje, met van die leerkrachten waarvan ik denk, die maken veel meer het verschil dan ik ooit in mijn leven heb gedaan. En wij kwamen er binnen, ik had een oud t-shirt aangetrokken wat ik bij me had en klaar om te gaan verven. We waren met z'n vijftigen en er waren 30 kwasten. Dus het schoolhoofd zei van, ik heb 20 klassen. Ik wil 20 mensen die 67 minuten les gaan geven. Nou, je begrijpt dat ik al gauw gekozen heb voor dat lesgeven, want dat is natuurlijk oneindig veel leuker dan het verven. Ik heb dus 67 minuten de eer gehad om zo'n klas met 14-jarigen toe te spreken, 24, 14-jarigen. Maar waar ga je het over hebben? Ik dacht, ik ga het over het internet hebben. Maar omdat ik dacht dat ik ging verven, ik had mijn laptop niet bij me, ik had niks bij me. Dus ga dan maar eens internet uitleggen. Dus ik vroeg eerst, van weten jullie wat internet zijn? Dan bleken 3 mensen ooit van het internet gehoord hebben. Dus dat betekent, die 21 mensen moet je een abstract iets als internet gaan uitleggen, zonder dat je een laptop bij je hebt. Zonder dat je ook maar iets bij je hebt. Dat is het zweet stond op mijn voorhoofd. En het was geweldig leuk. Het is een hele interactieve sessie geworden. Waarbij nauwelijks vragen over internet kreeg. Het ging allemaal gewoon over wie ik was en mijn kinderen enzovoort. Maar het bleek dat die school had gelukkig net van de overheid computers gehad. Dus wat wij gedaan hebben, wij zijn daar teruggegaan met ICANN die week nog. En we hebben gezorgd dat ze een internetaansluiting kregen. Want dat hadden ze niet. En die wordt nu ook door de ICANN-gemeenschap betaald voor een tijd. Nou, het is maar een druppel op een gloeiende plaat. Maar ik denk, ik ben echt van overtuigd dat het feit dat wij daar internet binnen hebben gekregen, dat die school gaat helpen. Dat die kinderen die daar zitten gaat helpen. Ik zelf, 25 jaar geleden, wist ik eerlijk gezegd nog van niks. Daarom is voor mij 20 jaar internet. Want toen, mei volgend jaar is voor mij 20 jaar geleden dat ik eigenlijk eerst iets eerder denk ik, digitale stad kwam daar nog voor. Maar ik werkte toen bij de VPRO. Ook in antwoord op Brechtje. En mijn collega Gerard Wallof, die zei, Erwin, je moet gaan kijken, want er zit boven ergens, het is een digitale zolder. En daar zitten ze te werken aan een internetsite. VPRO was de eerste omroep die toen op internet ging. Overigens ook een van de eerste gratis providers van internet. Want je kon een modem kopen bij de VPRO en je mocht inbellen. En dan werd je na een half uur weer uitgegooid. Want dat was de volgende aan de beurt. En dat voor mij wel heel erg gold als programmamaker, dat ik heel erg snel zag van,
ik was eigenlijk opgegroeid in de punktijd met eigen blaadjes maken. En nu dacht ik van, ik kan hier mijn eigen blaadje of mijn kanaal of hoe je het ook wil noemen gaan maken. Dus audio was toen nog, of kon wel, maar het klonk nergens naar. Video was eigenlijk nog geen sprake van in die tijd. Dus ik zag daar, op mijn eigen gebiedje zag ik wel absoluut de mogelijkheden. En jij? Ja, ik, niet heel veel anders dan jij. Ik zat eigenlijk over wat anders door te denken. Dat we gisteravond zaten we met de eerste groep mensen, Nederlanders die op Twitter zaten. Dat is 6,5 jaar geleden ongeveer. Begon dat in Nederland. En we hadden gisteren toevallig een borrel met die eerste club mensen. Had je eigenlijk bij moeten zijn. Ik zit nog maar 6 jaar. Jij hebt mij op Twitter gehouden. Maar als je dan praat nu over de begintijd van het internet. Dan zie je, dus ik zat eigenlijk meer door te denken van, weet je, wat heeft internet allemaal veroorzaakt? En weet je wel, goed, Twitter is dan zo'n uiting van social media die natuurlijk enorme impact heeft gehad. Maar als je dan denkt, dat bestaat nog maar 6,5 jaar. Dat in de perspectief van die 25 jaar is het eigenlijk maar weer heel kort. Ik vind 25 jaar al zo kort. Ik zat gisteren met mijn vrouw van 25 jaar. Wat deden we 26 jaar geleden als je iets wilde weten? Ja, dan ging je naar de bibliotheek en dan pakte je een encyclopedie. Ja, dat is... Ja. Mijn kinderen kijken me dan echt aan. Maar die van mij ook. Pak nog even een vraag van een opmerking van Twitter van Agnes Jansen. Die zegt, succesfactoren van internet zijn eigenlijk transparantie, acceptatie van de commerciële sector, open beschikbaarheid en iedereen kan meedoen. Ja. Hebben we ze dan? Of zijn er... Nou ja, ik zeg altijd, maar dan word ik technisch. Ik zeg altijd, heel cruciaal erin is dat als je de standaarden van het internet op elkaar stapelt. Hè, je begint met een draadje en daar doe je internet over en daar doe je dan die toepassing over. Dan heb je eigenlijk een soort zandlopermodel. Je kunt heel veel toepassingen erop doen. Je hebt maar één internetprotocol en je kunt heel veel dragers eronder doen. Je kunt je mobieltje, kunt over een 1200 bps modem, je kunt over glasvezel. Dus allemaal dragers. Dus die dragers heb je ook weer breed. Dus breed, smal, breed. Die hals, dat is een cruciale voorwaarde. Die hals is dat iedereen in de wereld spreekt hetzelfde internetprotocol. Je kan verschillende protocollen eroverheen, verschillende onder. Maar je kan niet met elkaar communiceren als je niet dat IP-protocol, dat internetprotocol. En dat is waar die netwerken aan elkaar hangen. En dat is waar. En dat is dus nog een cruciale voorwaarde. Iedereen moet IP praten, want anders. Maar waar zit als dat zo'n small puntje is? Blijkbaar is dat voor iedereen vanzelfsprekend geworden. Dat is voor iedereen vanzelfsprekend geworden. Dat is ook zo. Ja, en daar, dus daar ben je gewoon een oude lul die een beetje doorzit. Waren dat 25 jaar geleden heel spannend was, maar wat nu volstrekt geaccepteerd en normaal is. Ja, waren het niet dat wij 25 jaar geleden, toen we dat begonnen met het internetprotocol, dat ontworpen hebben met 4 miljard adressen. En toen dachten we, 4 miljard adressen, weet je, dat is ongeveer voor elke wereldburger eentje. Dat gaat never nooit gebeuren. Ja. Maar die 4 miljard adressen, die zijn lang en breed op ondertussen. En dat betekent dat een verdere groei van het internet, die komt nu heel erg in het gedrang. In Nederland hebben we de IPv6 discussie. Precies. En dan kom je dus dat je je moet naar een nieuwe versie van dat internetprotocol, die meer adressen heeft. En die is er ook. Die is er al heel lang. Maar hoe vervang je nou precies die hals? Daarbovenop kan je alles vervangen. Dat kan elk individu doen. Ja. Daar heeft niemand anders last van. Maar zodra ik dat in die hals ga vervangen, dan zou je eigenlijk de hele wereld moet dat op hetzelfde moment bij wijze van spreken dat doen. Want dat raakt, en dat is die fascinatie ook voor jou natuurlijk met die techniek, dat raakt de existentiële kern van het internet. Dat is de existentiële kern van het internet, ja. Ja. En hoe breekbaar is dat? Omdat wij het allemaal vanzelf... Ja, zijn op. Jawel, maar is het niet eigenlijk bij alle dingen zo? Er is beter. Je hebt nou eenmaal je hebt dit soort problemen nodig om oplossingen te krijgen. Zonder schaarste van bandbreedte hadden we geen betere compressie gehad. Absoluut, hè? Dus we hebben ook eerst een probleem nodig om de oplossing te vinden. Komt die er? Of zeg je dat het echt een... Die oplossing is er dus al heel lang. En heel veel mensen zeggen altijd tegen, maar ja, die is er al zo lang, er kan nooit wat wezen, weet je wel. Op het internet, als iets na 3 maanden niks is, dan is het weer. Maar dat geldt voor die applicatielaag.
Maar in dit geval, omdat het, ja, dit is het punt wat iedereen over moet. En dat betekent, en het internet groeit zo hard, elke dag miljoenen mensen erbij. En die, dus om die overgang te krijgen, dat is gewoon een zeer langdurig proces. Dat betekent heel lang mensen dat naast elkaar moeten praten. Bijvoorbeeld alle mensen die access for all hebben, die praten nu het oude internetprotocol en het nieuwe naast elkaar. En daar merken ze niks van, gelukkig. Maar die zijn dus op de toekomst voorbereid. En die kunnen dus gewoon verder. Maar dat, voordat we zover zijn voor iedereen op de wereld, dat duurt een tijdje. Ja, en nog eventjes daarover, hè? Want iedereen op de wereld is nog één ding. En dat iedereen dan twee telefoontjes of drie apparaten wil, oké, dat kan ook nog. Maar we zijn nu in de tijd aan toegegaan dat alle apparaten, alle dingen ook aan het internet gekoppeld worden. Dus we hebben een veelvoud van wat jullie toen als ruim genoeg dachten hebben nodig. Absoluut. We hebben, dus het nieuwe internetprotocol heeft ook net zoveel adressen per persoon als we eerst voor het hele internet hadden. Dat weet je niet. Ja, dus dat is. Daar moeten we, denken we, mee vooruit. Dat kunnen. Denken we nu, ja. Ja, totdat we er straks die planeet ontdekken waar nog veel meer mensen wonen. Ja. Maar daar moeten we mee vooruit kunnen. Maar dat is echt een cruciaal onderdeel van het geheel. Nog even van Twitter. Marianne Oud, die je net complimenteerde met die quote van Didi Clark, die vraagt: hoe zit het met de deep web? Blijft dat het domein van nerds? Of voelen millennials zich straks daarin thuis, zoals wij in het ondiepe? En wat bedoel je met de deep web? Dat ik zou het niet weten. Ja, ik kan daar diverse definities bij bedenken. Maar als je... Je zou kunnen zeggen, kijk, het hele verhaal wat jij schetst, dat is een generatie en die heeft het meegemaakt. Dus die ervaart de kracht en de noodzaak van het systeem. Ja. Dus als je daar niet... Je hebt het zelf ook aangegeven natuurlijk een beetje. Maar als je daar niet mee bent opgegroeid, voel je niet hetzelfde verantwoordelijkheid ervoor wellicht. Hè? Dus dan als je granted, zeg maar op zijn Engels gezegd, aanneemt, daar heb je ook geen reden om je echt aan te verdiepen. Nou ja, maar dat was mijn punt van. Gelukkig gebeurt het nog wel genoeg in een heleboel andere landen. In Nederland vind ik daar de aanwas van mensen die zich daarin verdiepen, die stagneert. Dat is gewoon jammer. Maar dan bedoel je echt technisch georiënteerde mensen. Ja, technisch mensen, georiënteerde mensen. Netwerkprotocollen interessant vinden. Die dat interessant vinden en daarmee aan de gang willen. En ja, die mensen heb je uiteindelijk wel nodig. Want als het niet werkt, dan heb je die mensen nodig om te zorgen dat het weer gaat werken. Ja, en toch denk ik dan, het werkt toch altijd, Erik? Waar maak je nou zo druk over? Dat is een enorm compliment voor die mensen die er wel mee bezig zijn in Nederland. Dat het echt heel vaak gewoon heel goed werkt. Ik denk dat echt voor de millennials, zoals zij dat zegt, ja, wie zijn er dan mee bezig? Het internet is het toch gewoon? Zo zien mijn kinderen dat ook. Het internet is er of het is er niet. En dat er mensen aan werken, dat is voor hen is het lucht. Er werkt ook niemand aan zuurstof, die komt er ook vanzelf. Ja. Maar zo is het niet met internet natuurlijk. Hey, er zijn dus miljarden industrieën gebouwd bovenop dit vrijwilligersnetwerk, wat alleen al prachtig is natuurlijk. Maar jij zegt eigenlijk, die industrie of die mensen die er ook beter van worden, zouden ze zich moeten realiseren dat het, omdat je met vrijwilligers dingen werkt, dat er een kwetsbaarheid in zit, dat ondersteuning nodig heeft. Maar vind je ook dat ze zich moreel verplicht zouden moeten voelen om bijvoorbeeld voor steun te zorgen, financieel of anderszins? Nou, eigenlijk vind ik wel. Als je nou kijkt, zo'n standaardisatieproces van de ITF, dat wordt ondersteund door de Internet Society. Dat is een club van professionals op het gebied van internet wereldwijd die zich zorgen maakt over dit soort zaken, maar die ook heel erg veel geld pompt in ontwikkelingslanden om te zorgen dat daar scholen aangesloten worden enzovoorts. Maar als ik kijk, wat zijn de contribuanten voor de Internet Society? Dat zijn allemaal ICT-bedrijven. Dat zijn dus bedrijven die een direct belang hebben. Maar al die bedrijven die een indirect belang hebben, zoals de banken bijvoorbeeld, die doen daar helemaal niets aan. En dan denk ik van, die zouden daar ook een rol, hun morele plicht wel inderdaad kunnen nemen. Ik denk dat zou enorm helpen ook, omdat je dan gewoon ook breder kunt inzetten en ook misschien meer kunt focussen op een aantal dingen zoals de beveiliging en dergelijke. Hey, een vraagje die ietsje breder gaat. Het mooie van veel internetinitiatieven is andere vormen van organisatie. Er zitten andere vormen van democratie of besluitvorming zitten erin. Voorbeelden die jij genoemd hebt ook. Wat zouden we maatschappelijk, wat zou een samenleving kunnen leren van het internet zoals jij dat mede hebt vormgegeven? Ja, dat is
Want we zijn hier eigenlijk nieuwe, nieuwe dingen aan het uitvinden in die virtuele wereld. En we zitten in onze gewone wereld, zitten we nog steeds met alle oude systemen van heel lang geleden. Kijk, maar wij leren nog steeds. Het is niet een vaststaand gegeven. Al die organisaties waar ik het over heb, die zijn fluïde. Zelfs die governance, die hervormt zich bijna jaarlijks. En die staat nu bijvoorbeeld weer totaal op de agenda, dankzij de onthullingen van meneer Snowden. Omdat tot nu toe de meeste van die governance dingen waren toch wel verankerd in Amerikaanse systemen. Omdat daar origineel het internet ooit begonnen is. En tot nu toe werd dat wel gedoogd omdat Amerika daar niet zoveel mee deed. Maar door die onthullingen van Snowden en de manier waarop Amerika ons eigenlijk op ons hemd heeft gezet. Al die mensen die keihard hebben gewerkt aan het open en toegankelijk en betrouwbaar internet. Die voelen zich in hun hemd gezet door wat de NSA heeft gedaan. Dus nu wordt er naar die governance weer sterk opnieuw gekeken. Om dat ook helemaal los te koppelen van elke vorm van landsbemoeienis. En de een heeft een multi-stakeholder model dat zo omwerkt. De andere dit zo omwerkt. Kan je daar iets mee in de maatschappij buiten internet? Misschien wel. Maar ik ook daar denk ik van ja. Zelfs ik zie dat deze organisaties al zelf aan het zoeken zijn. En hun eigen manieren zoeken. Durf ik niet te zeggen van kopieer dat nou maar overal klakkeloos. En je zult zelf op zoek moeten daarin. Ik vind het mooi. Ik vind het ook mooi. Er staan wat vragen die beantwoorden we na de... De eindtune. Zullen we hiermee afsluiten? We sluiten hiermee nu af, want het is ook belangrijk dat mensen ook live blijven kijken. Dus daarom sluit het. Laat maar even in beeld zien, Peter. Zo mooi dit.